Start vrij. Renault Stokman, een begrip in de regio. Vierde koers, Renault Stokman prijs. Paarden gaan achter de auto. Nummer 3, Mufasa Boko, doet dat met Kees Hetteling. €1,40 voor de favoriet Michelle W. en Jim Veldman. Ik zie de fanclub al klaarstaan. En we gaan eens even kijken of hij dit tot een goed einde kan gaan brengen. Het heeft er de schijn van. Paard vecht altijd voor wat ze waard is. Auto is met de paarden halverwege de linkerbocht op circa 150 meter van het start. Nog 100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen. Renault Stokman prijs. En een geweldig duel om de leiding. 5 paarden die willen hem wel heel graag hebben. Met in het midden Mufasa Haboko. Aan de binnenzijde is goed gestart T. Joan Collins. In het tweede spoor Odilia Meerswal. En zo komen de paarden dan op weg naar de overkant. De favoriet in vierde stelling. En de eerste die de aanval staakt is Jaap van Rijn. Met zijn Let It Up Low. Maar die krijgt zo dadelijk wel de rug van Michelle W. En dan zit je prima. En vooraan gaat die strijd om die koppositie nog even verder. Waarbij Joan Collins aan de binnenzijde niet thuis geeft. En Mufasa Haboko in het aan de binnenzijde Olidia Meerswal niet thuis geeft en aan de buitenzijde door probeert te drukken die Mufasa Haboko. Deze twee paarden lopen er nu een gat in van een lengte of 5 naar aan de binnenzijde Joan Collins. En achter Joan Collins hebben we dan in vierde stelling de favoriet Michelle W. Maar die gaat gelijk het tweede spoor nu opzoeken om langzaam maar zeker naar voren te komen met nog 2 rondes te gaan. Odilia Meerswal, de sterke winnaar van Jouren, heeft hier een lengtevoorsprong op Mufasa Haboko. Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Joan Collins en in vierde stelling ook aan de binnenzijde Maria Hall. Aan de buitenzijde komt daar naar voren paard nummer 4 Michelle W. als ideale gangmaker voor Let It All Blow. Achter deze paarden hebben we dan Montevideo V. En verder weg in het veld is het Lisboa Renka in 2,5 lengte. Daarachter opereert Frans van der Blonk met zijn nummer 5 Nans PB. Maar die is vandaag moeilijk te motiveren. En het lijkt erop dat die er een kruis over kan gaan maken. Paarden zijn halverwege de linkerbocht met Odilia Meerswal. Die heeft de leiding daar nog altijd in handen. Met op de tweede plaats Mufasa Haboko. Maar daar komt in het tweede spoor Michelle W. En Michelle W. brengt naar voren die Let It All Blow. En dat zou dan nog wel eens misschien voor een gevaar kunnen gaan zorgen. Aan de binnenzijde hebben we dan Joan Collins. En achter Joan Collins Montevideo V. En ik ben nieuwsgierig wat het treintje in het tweede spoor gaan doen. Langzaam maar zeker komen ze dichter bij die koploper Odilia Meerswal. Maar die dochter van Uvo Kivitsov, die wil zich nog niet zomaar gewonnen geven. Spel gaat op de wagen en het is Odilia Meerswal die nog een keer probeert te versnellen. Maar Michelle W. die komt daar aan de buitenzijde nader en nader. Let It All Blow ligt er nog altijd goed bij. Heeft het kruid nog kurk droog. En ik denk dat die twee favorieten zo dadelijk er mogelijk een geweldige eindfase van gaan maken. Waarbij Michelle W. nu de koploper op de knieën heeft, maar er nooit gerust op kan zijn. Want Let It All Blow die komt daar langzaam maar zeker naar voren. En die gaat in de achtervolging. Maar nu neemt Michelle W. de vlucht op ongekende wijze. En weg is hij. Michelle W. pakt 3, 4, 5 lengte voorsprong op het peloton. Vanuit het peloton komt Montevideo V naar voren. Die loopt een fantastische koers. Maar er telt maar 1 paard in dit veld. En dat is Michelle W. terug in de victory lane. Op de tweede plaats. Fantastische koers hoor. Van paard nummer 9. Montevideo V. En hetzelfde kan gezegd worden van de derde aankomende. Paard nummer 7. Maria Hol. 4-9-7 voorlopig. Vijfde koers naar Lakey Stables prijs. 10 paarden komen aan de start. Er zijn geen wijzigingen.